Hi, ik ben Ruben en vandaag zijn we in Amsterdam in het mooie park. En wij zijn op zoek naar echte rock'n'roller die een goed kapsel wilt. Mag je dat vragen? Ja, tuurlijk. Wil jij misschien geknipt worden? Ja, leuk. Kijk, ik heb wat leuke producten. Ga ik je daar ook mee introduceren? Hé, hey, vraag je, ben jij de Authentic Man? Ben jij een gladde mafioze, een avonturier of ben jij een rock'n'roller? Dan denk ik wel dat ik de rock'n'roller ben. En wat maakt jou die rock'n'roller? Ik denk dat ik op zoek ben naar vrijheid in alles wat ik doe. Dat ik dingen doe die ik leuk vind. Dat ik lekker aan het feesten ben. Work hard, play hard. City life. City life. Lekker in Amsterdam. Hou je ook dan van snel rijden, motors? Of is het zeker, meer bij jou van... Ja, je rijdt ja, een motor. Motor. Ja, ja, ja. Oké, ja, oké. Okay. Heb jij ook het gevoel dat je nog een keertje je wilde haren kwijt gaat raken? Of is dit gewoon your way of life? Ik hoop het niet. Ik denk dat de meeste mensen hun meeste haren verliezen. Maar ik hoop dat er wel altijd wat wilde haren zullen blijven zitten. Als ik op een feestje ben en ik zie daar stellen of mannen of vrouwen van 40 of 50 nog steeds een lekker dansje doen met elkaar. Dan denk ik, nice. Ik hoop dat ik daar later ook sta. Nou, ik ken heel vaak het plaatje vanuit rock'n'roll dat mensen gewoon alleen maar gas geven. Ja. Volle toeren rijden, maar vergeten dat ze nog in de twee zitten. Ja. Dat hoeft tegenwoordig dus niet meer. Nee, dat hoeft niet. Maar je merkt wel dat dat er altijd in blijft zitten. Dat altijd voor de... Je moet af en toe wel zelf bij jezelf eventjes aan de rem trekken. Ja, dus. Precies. Oké, okay, ja. Okay. En heb je dan anders ook iemand thuis zitten die dat voor jou doet? Ik heb wel een partner die voor balans zorgt. Oké, oké. Ja, dat is soms wel handig namelijk, denk ik, in het leven, toch? Zeker weten. Dat je af en toe iemand hebt die jou een spiegel voorzet. Gewoon laat zien, hallo, weet je. Je kan wel willen, maar soms moet het ook kunnen. Ja, ik denk dat het superbelangrijk is. Vooral als je veel dingen aan het doen bent die je leuk vindt. Dan lijkt het allemaal leuk, 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 gaan, gaan, gaan. Ja. Maar soms vergeet je dan de echte essentie. Gewoon waarom je dingen aan het doen bent. Ja. Nou, in jouw geval ging ik dus de Authentic Firmhold Pomade pakken. Dat hoeft niet te zeggen dat je een enorme vetkuif hoeft te dragen. Maar het is gewoon dat hij gewoon een lekkere stevigheid met zich meegeeft. Jij loopt van hot naar her op die festivals die je organiseert. En je wil gewoon dat je haar op zijn plek blijft zitten op sommige momenten. Goed. Dat het niet in je ogen valt. En daar werkt het ook echt top voor. Gooi hem van voor naar achter. Met je vingertop door het haar. Dan wrijf je hem van achter naar voor. Masseer hem een beetje zo rondom. De aanzet van je haar, dat het lekker zo blijft staan als een vogelverschrikker. Dan met je vingertoppen waai je hem eigenlijk als een soort van klauwen naar achter toe. Alright? Top man. Alsjeblieft jongen. Thanks man. Ik geef je nog even lekker een productje mee. Ik heb deze dus net gebruikt, de Authentic Firm Hold Pomade. Die is voor jou. Stop hem mooi in het tasje. Kun je hem achter in je motor stoppen. Alsjeblieft. Goed, en leuk gesproken te hebben. Dankjewel, man. Hey, tot de volgende. Rustig. Later.